dames. Ik denk, je wacht wel even met mijn timing, maar echt, jeetje. Oh, wat een actie is, schat. Fijn, hè? Zo, heel fijn. Het is een nieuwe dag. Oh, ik brand mijn ogen bijna aan het felle licht. Zo. Ik had het gevoel dat de zon aan het schijnen was, maar... Ik had het gevoel heel even dat de hel aan het branden was in mijn ogen. De hemel. De hemel. Zo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ik heb geen idee hoe ik eruit zie, hoe mijn haar zit of wat dan ook. Maar één ding weet ik wel. Ik heb lekker geslapen, baby. Wow! Ik heb echt zo lekker geslapen. Wow, het is echt niet normaal. Oh, en als ik nu zo'n beetje schreeuw of zo, dan voelt het best gek. Wat dan? Wow! Ben je overgenomen? Dat was in één keer een ander soort stem. Dat was raar. Ja. Wow! Maar weet je waarom dat zo raar is? Nee. Omdat je... En dan zeg je dat over mij. Wat? Dat ik zo gek ben. Het zijn twee verschillende. Deze kan veel hoger. Nee, waarom dat zo gek is? Is omdat Japanners zijn zo rustig. Oh, zo. Zo kalm. Die schreeuwen. Heb jij in Japan gehoord schreeuwen afgelopen week? Nee, dat is week? Wel moeilijk voor jou, hè? Daarom, dat dacht ik dus ook. Maar blijkbaar kom ik toch een soort van tot rust of zo. En ben ik wel wat relaxed of zo. Ik ben enorm aan het genieten hier in Japan. Het is echt niet normaal. Maar omdat Japanners zo relaxed en rustig zijn en... Gewoon zo op zichzelf zijn. Ik heb nog geen één keer in de metro Japanners met elkaar zien praten. Nee. Nog geen één keer. Gewoon iedereen is rustig. Ik zag ook trouwens een paar reacties van jullie. Thanks trouwens voor soms ook de tips. Dat verschilt wel een beetje, moet ik zeggen hoor, hebben wij gemerkt. Maar ik denk dat het op sommige plekken misschien anders is. Maar je hebt dus plekken waar het echt super asociaal is om te eten tijdens het lopen. Of om te eten bijvoorbeeld in de metro. Wat wij volgens mij nog niet hebben gedaan, eten in de metro. Behalve gewoon van die kleine snoepjes, maar niet echt grote broodjes of pakket of wat dan ook. Maar je hebt zeg maar ook plekjes, eettentjes, waar het dan soort van echt normaal is dat je daar blijft om het op te eten. En als het op is, dat je dan pas weer weggaat. Ja. Los van het feit dat als je iets gaat eten onderweg of wat dan ook en je neemt het mee... Dat je gaat echt moeite krijgen om het weg te gooien ergens. Want er zijn gewoon geen prullenbakken buiten op straat. Dus je moet dan weer een winkeltje inlopen om daar het binnen weg te gooien. Het is een beetje hetzelfde dat als je dan moet plassen en je bent in een stad. En je moet dan alleen voor het plassen even naar binnen. Dan voelt dat een beetje zo naar. Dat je denkt van, ja, durf ik dit? Durf ik hier naar binnen te gaan om even te plassen? Want ik moet alleen plassen. Soms heb je dan ook bij winkeltjes zo van 50 cent... betalen om alleen te plassen, weet je wel. Oh, ben ik ook wel aan het lullen, joh, in de ochtend. Jeetje, Mina, ongelooflijk. Hoe zit mijn haar er eigenlijk bij? Is een dikke chaos, of niet? Ah, woppa! Boom! And the boy is back! Okay. Oei! Kom even knuffelen. Nee. Kom even knuffelen. Kom niet even kietelen. Kietelen, je zit me gewoon te prikken. Nee. Ik wou je niet trappen. Je hebt een babybuik. Ja, dat heb zo. Ik, ja. Jeetje. Kom even knuffelen. Oh, dit is wel fijn eigenlijk, maar nu valt mijn buik zo in... In het gaatje. Ja. Kijk hoe ik lig. Precies, jouw buik valt nu ertussen. Oh. Zo lekker, hè? Ja, je ligt nooit meer op je buik omdat het niet meer kan. Nee, dat doet gewoon nou, niet zeer, maar het is gewoon ongemakkelijk. Ja, snap alsof ik je heel veel gegeten hebt en dan helemaal zo'n opgeblazen buik hebt en dan op de grond gaat liggen, zeg maar. Dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn, nee. Het en is. Ik heb de hele tijd jeuk. Dat is zo gek. Mijn hele... huid is aan het jeuken. Maar dat schijnt wel normaal te zijn, heb ik opgezocht. Omdat je huid aan het uitrekken is van de groei. Wordt het zo'n dag vandaag? Ja, maar ik heb ook heet het zo op mijn buik krabben. Ik ga me zo even insmeren met body lotion. Misschien wordt het daar beter van. Dag met chocopasta. Kan ook. Oké, schatje. It's a beautiful day.
The sun is not shining, but hey, that doesn't matter. We're in Japan, we're in Osaka. This is our last day in Osaka. Yes. Tomorrow. We are going to fly to... No. Er was dus niks. Ik denk dat het dus een deur hiernaast was. Maar goed, het is niet dat ik iets van 7 uur of 6 uur in de ochtend aan het schreeuwen ben. Wat dus de laatste dagen wel onze soort van biologische klok was. Omdat we gewoon moesten wennen nog aan de tijd hier. Maar vandaag, boom, hebben we voor het eerst uitgeslapen. Nou, en dat ja, is wel echt... Ik was om 8 uur wakker, maar dat is wel uitslapen voor mij. Oh, hier? Jij was 9:15 wakker. Ik was 9:15 wakker. Hoe fijn is het? Het is nu denk ik 9 uur. We hebben even een filmpje gekeken op YouTube samen. Super nice wakker worden. Ja. En vanmorgen gaan we dus met de bullet train. I'm in mijn bullet train. Moving like the speed of sound. Oké, voor de mensen die dat kennen, dikke shout-out naar jullie. Moving like the speed of sound. Dat was echt mijn nummer op YouTube in de eerste jaren van mijn YouTube. Dat nummer gebruikte ik altijd onder elke edit of zo. En dat is gewoon serieus daardoor copyright geworden. Omdat ik het zo vaak heb gebruikt en zoveel views heeft gegenereerd. Dat ze hebben dat nummer copyright gemaakt. En in één keer is Brian ook weg, hè? Dat is zo gek. Zonder kijk naar achteren is poef weg. Ja. Ja. Maar morgen gaan we met een bullet train. Het schijnt heel erg vet te zijn. Een train die iets van 350 km per uur gaat. Bizar. Maar vandaag hebben we nog een dag in Osaka. Wat gaan we doen? Geen idee. Echt geen flauw idee. We gingen sowieso afspreken met Wouter en Michel dat we vandaag voor het eerst gewoon zouden proberen uit te slapen. Omdat we een klein beetje gewend zijn aan het jetlag. En dat is gelukt. Dus dat is de eerste stap die we hebben gemaakt. De tweede stap is douchen. Dus dat ga ik nu doen. En dan de derde stap is een ontbijtplekje vinden. Damn, schat. Niet normaal. En ik ga je hier echt een compliment voor geven. Maar als jij deze aandoet vandaag, dan ben je sexy. Oh, yo. Dat is echt zo. Check hoe mooi deze is. Hou eens vast. Mooi. Halleluja. Als hij dan weer precies goed was geland, dat was vet geweest. Ja, klopt. Deze zijn wel mooi, hè? Ken je dat trucje? Dat je hem zo opgooit en dan trap je en heb je hem in één keer aan. Ja, maar dat kan niet. Jawel, dat kan je wel. Oké. Okay. Zo! Hè? Wat? En je hebt er nog één vast? Ik heb hem aan. Dat is echt gek. Staat je echt goed? Thank you. Ja, Marvin heeft nieuwe UX gevonden. En dat is een beetje de... Daar zijn we achtergekomen door TikTok gisteravond. Wel heel erg vet. Maar je hebt dus hier in Japan... Japan Exclusives. Dat betekent dat het dus alleen in Japan te verkrijgen is. En deze UX was dus een beetje hetzelfde geval. Als dat ze hadden het in Nederland niet. En precies gisteren, had Marvin zoveel geluk mee... Was het net nieuw binnengekomen... En heeft ze daarom die gekocht en was ze er mega blij mee. En er was ook een andere die was zo uitverkocht of zo. Dus Japan heeft echt gekke, lijpe dingen. En ze hebben zoveel winkels, dus je raakt er verdwaald in. De Maze Runner is er niks bij. Shout-out naar die film, dat is een goede film. Dus vandaag geen idee nog wat we gaan doen. Maar Japan-exclusive dingen zijn wel echt heel erg vet. Je hebt ook bijvoorbeeld North Face. Die heeft ook een Japan-exclusive. En dat kan je dus herkennen aan de paarse tag op de North Face jas of t-shirt of lange mouw of pet of wat dan ook. Maar dat is best wel cool. En zo heb je dat bij heel veel merken. En je hebt dus ook hele gekke samenwerkingen die dan weer Japan-exclusive zijn. Zoals de Comme des Garçons of zo met Bape bijvoorbeeld. Super vet. Oké, ik ben alweer veel te veel aan het lullen in de ochtend. En we kunnen misschien vandaag naar de Japanse kapper. Oh ja, dat is ook wel een goeie. Dat is wel een goeie, ja. Want kijk mijn haar. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Misschien ga ik dan wel een kapper om te vragen of ze mijn haar kunnen krullen of zo. Sommige Japanse vrouwen hebben echt mooie krullen in hun haar. Klopt. Ik vind zo, wow, wow, zo. Ga maar douchen. Oké. Okay. Zou ik me koud afdouchen? Ja. Dat is lekker, hè? Ik ga ook wel even douchen. We gaan samen douchen? Oké. Ik ben er nog. Oké, tot zo. Doei. Hoppa, dames en heren. Boom, we zijn er weer. We hebben even een Uber gepakt, deze auto. Blijven nog steeds vette taxis vinden. En we gaan er nu vandoor.
yes. naar het gebouw waar ook toevallig het Pokémon Center is. Toevallig! Maar dat is dus hier ergens. Moet even kijken hoe we hier langs kunnen komen. Maar de zon begint toch een beetje te schijnen, zo te zien, dames en heren. Ook al is het nog wel steeds een beetje fris, maar ik heb er weer zin in. Ongelooflijk. We gingen dus heel even hier binnen kijken of we in hetzelfde gebouw dus van het Pokémon Center een ontbijtplekje konden vinden. Maar het lijkt wel alsof het allemaal eten is voor ietsjes later op de dag. Wat warm eten ook en zo. En deze man die deed ook al de deur open voor ons vanochtend toen we naar binnen gingen. En die staat dus daar bij de deur, bij het raam, te kijken dat als je iemand naar binnen wil, trekt hij meteen die deur open. En helemaal zo lief, zo heet het, buigen en zo naar iedereen. Soms wel een beetje te lief of zo. Maar goed. Ontbijttentje. Let's go. Kijk wat voor mooi gebouw we hier in één keer hebben, dames en heren. Hé, hier is ook een kapper. Hair Care Kliniek. Ja, we kunnen het vandaag gaan fixen hoor, dames en heren, als jullie willen. We zouden vandaag naar de kapper kunnen gaan. Is dit voor raar? Ja, dit lijkt wel een zakengebouw, een kantoorgebouw. Oké, we zijn dus van het Pokémon Center gebouw hierheen gelopen. Dat was 10 minuutjes lopen. En nu krijgen we te horen dat het... Wow! Dacht dat ik ja, al dat was. Is hem. Boy, hij is naar, hè? Ja, hij is naar. Hij is halverwege stopt hij in één keer met die tredes. En dan wordt het één hele grote. Maar ze zitten dus helemaal vol qua ontbijttentje. Dus nu gaan we even iets anders zoeken. Maar we vinden vanzelf wel iets. En dan kunnen we even lekker ontbijten. Ontbijttentje kan soms misschien een beetje lastig zijn. Dus we zijn neergeploft bij de Starbucks. Beetje typisch. Yep. Maar ja, het is wat het is. En we hebben hier even een lekkere cinnamon roll. Een broodje kip en een koffietje. Lekker hoor. Dan ga je dus ook afvragen als je zo lang op zoek bent naar een ontbijttentje. Wat eten Japanners precies als ontbijt? Dus dat heb ik even gegoogeld. En er staat hier cornflakes en brood net als ons. Nee, dat staat meestal niet op het menu in Japan. Want een traditioneel Japans ontbijt bestaat uit gestoomde rijst, miso soep en andere kleine bijgerechten zoals yakizakana, tamagoyaki, tsukemono, wakame, ei met furikake en een beetje natto. Oké. Geen idee wat het allemaal is. Nee. Maar dat is dus echt ja, een Japans traditioneel ontbijtje. Ja. En daarom is het soms wat lastig om een beetje een westers ontbijtje ja, te vinden wat wij gewend zijn. Mm-hmm. Beetje dat ja, croissantje, broodje, voor de granen zeg maar. Ja, klopt. Het is gewoon rijst over het algemeen. Rijst is wel heel erg lekker hier. Maar niet in de ochtend. Daar zou ik in de ochtend echt geen zin in hebben. Nee, ik ook niet. Maar als je ermee opgroeit en je bent gewend, ja, dan weet je niet beter. Nee. Ik bedoel, de rest van de wereld verklaart ons Nederlanders als gek omdat we hagelslag eten. Klopt. En chocopasta. Klopt. Dus ik denk dat als de Japanners ons ontbijtje krijgen, dat ze ons gekker vinden dan wij hun. Ja, true. Dat is waar. Dat is waar. Dus als je het zo een beetje bekijkt, zitten we op zich nog prima met de ontbijtreis. Yep. Nou, okay. Kleine hint achter jou al de ja, hele tijd, maar hier al helemaal. De grootste hint. We zaten eventjes te kijken hier. Je ziet heel veel cut en shave. Ja. Maar ik denk dat we gewoon moeten gaan voor een haircut. Dat is 3000 yen. Ik heb even opgezocht. Dat is 19 euro. Dat is niet... Wil je niet ook gewoon voor die shave experience gaan? Ik ben wel benieuwd. Ja, maar ik de laatste keer dat ik zeg maar geshaved was, dus ja, dat ik helemaal glad was, ja, dat is niet nice voor mijn huid. Nee, dat snap ik wel. Want ik ben wel huid... benieuwd hoe ze dat doen. Ja, dat is waar. Mijn huid krijgt dan helemaal... rode stoppeltjes en zo. Klopt, ja. Dus ik denk niet dat het handig is. Ik denk dat de haircut het beste is. Oké. Okay. Ik ben gek, serieus, ik ben gek geworden op de Japanse haircut-stijl. I love it. Ja, ze hebben allemaal wel een beetje die middenscheiding, hè? Wil je daarvoor gaan? Ja, misschien twee opties. Je hebt de middenscheiding, dat is een beetje dit kapsel. Dat kan wel vet zijn. En je kan gaan voor de een beetje de boyband groepachtige kapsel. Ja. Dat is gewoon overal lang. Ja. Je kan trouwens ook voor de derde gaan. Dat is ook wel dat is wel de gekste optie trouwens. Dat is wel eigenlijk vlogmateriaal. Ik weet alleen niet of Myron dat... Of jij dat leuk zelf ook leuk vindt, hè? Nou, zelf heb ik wel vandaag een redelijk groot scheidgehalte. Oké. Okay. Dus we zouden het als optie kunnen meenemen. dat is dit kapsel. Dat is namelijk, ja, we noemen het denk ik in Nederland een bloempotkapsel. Oh ja. En dat is dus gewoon één rechte lijn en daaronder opgeschoren. Ja, maar dat, ik denk dus, want kijk, dat zie je hier ook al. Jij hebt dus toch wel een beetje krulletjes.
hoe langer het wordt, hoe hieronder gaat het krullen. En Japanse of Aziatische mensen hebben zulk stijl haar. Klopt, alles valt naar beneden. Dat ze een perfect bloempotkapsel kunnen doen. Bij mij is dat dan niet perfect. Nee, bij jou zit er gewoon slag. Je hebt niet krullen, maar je hebt slag een beetje. Slag in mijn haar, oké. Staat genoteerd. Nou ja, ik zou gewoon de camera lekker in je hand houden en jezelf filmen en dan... Even kijken hoe dit gesprek gaat. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus ja. Geef mij de camera maar. En dan gaan we naar binnen en dan gaan we even vragen hoe het precies zit met de plek. Ja, dat is ook wel een goeie. Do you have time to cut my hair? 2 p.m. 2 p.m. Is dat mogelijk? Ja, het is nu 12 uur. Perfect. 2 p.m. Ja, 2 p.m. I come back. Oké, arigato. Het zag er heel goed uit. En er kan Engels. Ja, dat stond ook al. Ik heb de recensies natuurlijk wel eventjes gelezen. Want ik dacht, als het één grote Japanse gesprek wordt, dan zijn we dus heel ver van huis. Dat is ook wel grappig. Maar dat stond er. We hebben hier een lekker koffietentje. Geen ontbijttentje, maar gewoon even een koffietje halen. Dus dat gaan we wel even doen. En dan gaan we even lekker op de looptour. We hadden eigenlijk verwacht dat we meteen geknipt konden worden. Daarom zijn Wouter en Misha gewoon zelf even op pad gegaan, zodat wij even een kappersmomentje konden hebben. Heel erg lief en bedankt allemaal voor de leuke reacties over Wouter en Misha. Het zijn ook echt super lieve mensen. En het zijn inderdaad echt, nou, misschien wel de perfecte mensen om hiermee op reis te gaan. Omdat zij ook al eerder zijn geweest en zij ook een beetje de kennis en de Wouters weetjes een beetje kan delen met jullie. Zodat we wat meer te weten te komen over Japan. Ja. We gaan nog echt iets heel erg vets doen de komende dagen. We gaan dus nog naar Tokio en we gaan dus naar Universal Studios. Daar heb je dus ook Super Mario Land. Geloof me, dames en heren, jullie krijgen echt nog hele vette dingen te zien. Maar laten we hier even lekker koffietje halen. Je hebt hier allemaal verschillende soorten bonen. Bonen uit China, uit Rwanda, Mexico, Costa Rica, Kenia. Kijk hoe dit eruit ziet. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ik weet het wel trouwens. Ik weet het wel, de bonen worden gemalen. Kijk dan. Ze worden opgezogen en dan worden ze gemalen. Wow, dat ziet er echt nice uit. Oké, ik heb een espresso macchiato besteld. Marvin heeft een lekker appelsappie. Marvin heeft ook trouwens mijn jas aan vandaag. Daarom ziet ze er een beetje uit als het Michelin poppetje. En ze heeft de UX niet aan, want die zijn niet chill voor lange afstanden, zei Marvin. Je hebt een lekker even appelsappetje. Nee, het is geen appelsap. Oh, wat is dan? Ik ben naar de wc geweest. Schatje. Nasty. Oké, doe maar een slokje. Lekker, hè? Ja. Oh my god, is dit een soort van knuffelcentrum met honden? Nee, ik denk een adoptiecentrum. Een adoptiecentrum? Ja. Wow, kijk hoe schattig die is. Oh, die is echt heel lief. Hey! Oh, die is echt schattig, zeg. Kijk nou. Die andere vind ik veel. Die is echt zacht. Ja, maar kijk daarachter een kitten ook. Ja. Oh. Misschien een dierenarts of zo. Of... Maar het is wel slim om ze hier, zeg maar. Ja, slim. Ik denk wel dat heel snel geadopteerd worden als ze hier zo zitten. Want heel veel mensen denken: oh, jij bent echt lief. Het is wel een mooie plek, ja. Oh, die zit gewoon te slapen hier. Kijk nou. Je zit gewoon tegen het raam aan. Oké, die andere. Hey. Storm. Kijk dan. Ja, is wel lief, hè? Echt schattig. Daar zijn we weer, dames en heren. Bij het Pokémon Center. Boom! Let's go, baby. Hier weer de mooie Legendary Pokémons op een rij. Ja, we gaan de kaartjes maar eens even ophalen. Marion die staat volgens mij al in de rij daar. Zo, jij wil wel heel graag die kaartjes, zeg. Heel graag. Kijk ook hoe druk het al is, hè. Ongelooflijk. Ik denk eerlijk gezegd dat het al zo druk is in de ochtend. Omdat die kaarten in de ochtend worden aangevuld. En anders dan zijn ze uitverkocht. Dus ik denk dat in de ochtend al bij de opening heel veel mensen in de rij staan. Maar goed, Wouter en Misha hebben ze net ook hier gehaald. Dus ze zijn er nog. Hopelijk nu ook nog, ja. Nou, deze mevrouw die gaat ze even pakken, zoals je ziet. Die is ze nu aan het tellen. Ja, arigato. Kijk, 2 keer mogen we ze nemen. Je mag er 10 per persoon. Dus 20. Eigenlijk... 10 voor mij. Can we do it 3 times? 3 times? She's pregnant. No? Dat was te proberen, schat. Ze snapte het wel. Ja, was geniaal geweest, toch? Oh ja, is goed. Ze moet nu wel lachen ook. Oké, dus nou ja, je mag deze dus 30 per persoon, 30 per persoon. En omdat dit de allernieuwste set is en de populairste, 10 per persoon. En de reden dat ze dat doen is omdat als je bijvoorbeeld 500 pakjes mag kopen, of misschien unlimited, of misschien alles, I don't know. Dan ten eerste, het wordt maar aan één persoon.
persoon verkocht en dat is niet leuk. Ten tweede, het wordt doorverkocht voor een hogere prijs. Dus het gaat naar resellers en dat willen ze voorkomen op deze manier. Hoppa. Oké, arigato. Boom, ik krijg een stickervel erbij. Kijk hoe shiny die is. 20 packs dankzij Myron. Hoppa. Wow, echt nice. Hoe schattig was dat? Ze ging gewoon iets van een teamleider erbij halen om te overleggen of ze 10 extra mocht verkopen omdat Myron zwanger is. Zou jij het als grapje zeggen? Ja. Zulke lieve mensen die daar ook werken. Echt niet normaal. Echt een leuke ervaring hoor, om naar het Pokémon Center te gaan. En je hebt dus ook een Pokémon Center in Tokio. En daar heb je dus ook het Pokémon Café. Die heb je hier trouwens ook, maar die in Tokio schijnt net wel even wat vetter te zijn, hebben we gehoord. En daar hebben we dus gelukkig ook een reservatie staan. Dus daar gaan we sowieso nog heen. Arigato. Nou, daar had je de man weer die de deur openhoudt. Echt niet normaal. Oké, we gaan nu nog even naar één winkeltje waar Marvin heen wil. Yeah. En je hebt net iets gescoord trouwens, bij dat gebouw, bij Puma. Yes. Zo, we gaan lekker even een beetje rustig aandoen, een beetje chillen. Afgelopen dagen heel erg veel gelopen. Dus we gaan nu even een plekje vinden waar we heerlijk even kunnen lunchen uiteindelijk ook. Ja, lekker wat eten. Voordat we nog naar de kapper gaan. En kijk eens eventjes weer hoe ze het eten presenteren hier. Ja. 1100 yen voor dit gerecht, 1000 yen voor dit gerecht. Het staat hier gewoon zo buiten. Nou, laten we even een tafeltje zoeken. Ja. Wat wel echt super chill is, is dat je bij elk koffietentje of restaurantje of wat dan ook gewoon een glaasje water krijgt. Dat is echt super relaxed. Of nou, niet bij elk koffietentje, maar in ieder geval een ontbijttentje of een lunchtentje. Klopt. Of avondeten. Ja. Wat je hier kan bestellen is een 45 centimeter lange worst. Dat ziet er zo uit. Nou, gaan we niet bestellen, maar wel leuk om even te laten zien. Wij hebben gewoon maar eens eventjes lekker een pizzaatje en caprese besteld. Lekker vers appelsapje. En dan is het daarna tijd voor de kapper. Wauw, kapper dames en heren, in Japan. Ik moet eraan geloven. Ik had gezegd, meer dan 15.000 likes is een kappertje. 25.000 likes gehaald. We gaan ervoor. Daar staan we dan. Precies om 2 uur. 19 euro. Kappertje pakken. Okay. Let's go! Hou je nog wel van me als het een beetje minder is dan verwacht? Natuurlijk. Fijn. Oké, okay, let's go! Daar gaan we. Dit is de kapsalon. Oké, daar zit ik dan. I have some inspiration pictures. Like the long haircut. The front, I want. Yeah, longer, yes. Yeah, just here a little bit shorter, yes. Who was over here? Sorry? Who was over here? Over here, yeah. Word je nu bang? Word wel een beetje bang, ja. Je kijkt ook bang. Ja, ik denk dat ik spijt heb nu al. Echt? Ja, kijk, ik viel er wel. Dan zeg je toch niet te kort, alsjeblieft. Ja, dat kan nu al niet meer. Ja, maar niet kort, dan zeg je toch niet korter dan dit. Hij doet de oren gewoon even weer kort. Helemaal. Zeg wel, niet korter dan dit. Ja, ik laat het gewoon zijn ding doen. Oké. Dan moet je niet zeuren later, hè? Nou, dat is wel eigenlijk juist wat je zelf heel mooi vond, dat bij je oren. Ja. Maar hij vroeg over de oren. Jij zei wel ja. Mm-hmm. Hoe ziet dat eruit aan die kant? Ik ga niks zeggen. Het is echt kort, hè? Ja, het is wel echt kort, ja. Je hebt nu een beetje een mullet. Schat je 15.000 likes, hè? Je moest. Waarom doe ik dat zo? Ik weet het ook niet. Niet huilen, hè? Ik denk eerlijk gezegd dat we elkaar totaal niet hebben vergeven. Ik denk het ook. Want al het haar wat ik heb gespaard, meer dan een half jaar, is nu gewoon in 2 minuten afgeknipt. Klopt. Alles achter is weg. Alles aan de zijkant is weg. Ik vind het ook echt zonde, maar ja. Ja, ik kan echt wel huilen nu. Snap ik heel goed. Zo niet wat ik wilde. Aww. Maar ja, ik laat hem gewoon zijn ding doen. En misschien pakt het wel heel goed uit. Oké. Okay. Er waren wel heel veel mensen die reageerden van Enzo, ga eens naar de kapper. Je haar is veel te lang. Het ziet er onverzorgd uit. Ja, maar het kwam net op een punt dat het eindelijk mooi begon te worden. Klopt, want je moet even over dat punt heen van dat het geen model heeft. Klopt. Dat het niet zo mooi wordt. En... Ja, oh, ik vind het ook echt jammer. Ja, vond je het ook heel mooi? Ja. Dat lang. Ja. Ja, dat lekker groen in mijn haar. Ja. Hij was zo happy with the hair that it was like this long. Waarom? Yeah, but now it's so short because you asked me, do you want it over the ear? I said yes, but now it's not over the ear. So now all my hair is gone. But sorry. Yeah. Over the ear. Oh, you mean like this over the ear?
zeg. Dit is echt de domste keuze ooit. Het is niet lelijk, schat. Maar wat moet ik nu doen? Ja, gewoon af laten maken. Het is nog steeds wel lang, alleen gewoon niet aan de achterkant. Nee, dat is het. Het is net als matjes. Ja, dat vond ik juist mooi. Can you cut a little bit like the points? Ja, dat is wel beter. Ja, toch? Gezonder. Yeah. Thank you. Het ziet er echt wel goed uit hoor, schat. Ja? Zeker. Het is goed in model geknipt in ieder geval. Hoppatee. Nou, ben je in ieder geval naar de kapper geweest in Japan? Ja, ik heb het in ieder geval gedaan. Precies. Voor de kijkers, hè? Alles voor de kijkers. Je gaat ook zien hoe zenuwachtig ik de hele tijd heb gezeten. Oh, je hebt zweet. Een doekje om, man. Je hebt zweetbilletjes waarschijnlijk. Ja, ik heb de hele tijd zo gezeten. Ja, joh. Ja, er is wel veel af, hoor. Ik zal even filmen wat hij nu aanveegt. Kijk, dit is er allemaal af. Wow, dat is echt veel. Oh, ik ga nog even de nekjes scheren. Je ziet er echt wel goed uit hoor, schat. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ja? Ja, het is wel echt een mooi modelletje wat hij heeft geknipt. Hij snapt wel wat hij doet in ieder geval. Ik kan het wel hebben toch? Zeker, ik vind het echt wel mooi hoor. Voor je face. Voor je face. Oh, dat is heel gek. Ze hebben hier wel echt een andere service, hè? Ja, dit is gewoon even die haartjes uit je gezicht, als er al haartjes zaten. Ik denk oprecht dat heel veel mensen dit heel mooi vinden. Ja, dat gaat ook. Ik denk echt dat mensen denken, eindelijk, zit een beetje model in. Ja, ik denk wel dat jullie dit inderdaad mooi vinden. Ja. Dat jullie, de kijkers, dat jullie dit bedoelden met, zeg maar, een gezonde look. Ja, ga naar de kapper. Omdat het is wel veel frisser. Maar kijk, ik heb nog wel wat lengte, het volume. Het valt echt wel mee, hoor. Het valt echt wel mee. Alleen, kijk, de zijkanten, dit is gewoon wat korter. Ja. Maar ik ga nog wel even iets typen via Google Translate, dat vind ik wel echt belangrijk. Ja, oké. Ik wil even zeggen, bedankt voor het knippen. Helaas spreken wij geen Japans. We hebben niks raar geks gezegd in onze eigen taal. Ik ben je dankbaar en je bent een goede kapper. Ja. Heel erg bedankt. Ja, want ik wil niet dat hij het idee krijgt dat we hem belachelijk maakten of dat we grapjes maakten over hem. Nee. Dit is compleet mijn eigen schuld. Klopt. Arigato, thank you. Arigato. Sorry, okay. It's okay. It's okay. Miscommunication. It looks nice. Yeah, it looks nice, yes. A little bit too short, but it will grow back. It's okay. No, I pay. Oh, dat is wel dit bedoel ik, want Japanners zijn gewoon zo lief. Te lief. Hij wou er gewoon niks voor hebben. Nee, omdat hij zag dat ik het eigenlijk tekort vond, wilde hij het gewoon. Nee, maar we gaan gewoon voor zijn dienst betalen. Ja, je ziet er echt wel goed uit hoor, schat. Ik vind het ook wel mooi. Ik moet echt even wennen. Ik het ook. Is... Ik dacht eerst echt nee, maar het is echt wel mooi. Toen jij mij net filmde daar, toen kon je gewoon huilen. Ja, klopt. Ja, dat zag ik. Jij zat echt te filmen, tranen in je ogen en je dacht... Oh, waar gaat mijn Enzo naartoe? Nee, alles staat jou uiteindelijk. Ik moet gewoon even wennen. Ja. Maar je hebt toch altijd een pet op. Dus wat boeit het uiteindelijk ook? Ja, die haren eronder waren wel mooi. Ik ga dit wel weer lang laten groeien. Ja, maar dit is wel... Hij heeft het wel goed in model geknipt. Thank you. Oké. Okay. Thank you, arigato. Yeah, it's okay. It's okay. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Oké, daar zijn we. Weer buiten, dames en heren. Yes. Wat een ervaring. Ik was echt even in shock toen hij met die schaar, zeg maar die wapperende haren van mij. Ja. Als ik liep en ik had wind tegen en ik voelde het hier wapperen. Toen dacht ik van wow, eindelijk lengte. Heb je koud nu? En nu is alles in één keer weg. Ja, mijn hele nek is kaal. Oh, ja. Het voelde eerst alsof ik altijd een sjaal om had. En nu is mijn sjaal weg. Ja, maar het staat je echt. Het staat je echt, serieus. Maak je niet druk. Het groeit weer aan en hij heeft het gewoon mooi in model geknipt. Ik wil hem ook zeker weten niet aanstellen, maar het ging wel heel hard in één keer. Hij zette die schaar er wel meteen goed in, ja. Hij zette hem heel fel strak goed erin. Maar daarom, hij wist wat hij deed, hij wist ook wat hij wou. Ja, weet je wat de grootste miscommunicatie was? Twee dingetjes. Sowieso, als je geen risico wil nemen, doe dit sowieso niet. Nee. Dat is tip nummer 1. Tip nummer 2. Laat altijd zoveel mogelijk inspiratiefoto's zien. En ik heb denk ik niet zulke goede inspiratiefoto's laten zien. 3. Over die ear, dus over het oor, betekent dat het hele oor vrij is en dat het haar achter het oor zit. Ja. Maar ik dacht over de ear, dat dit over de ear is. Ja.
Dus ik dacht, het haar valt over de ear, over de oor. Ja. Dat is dus niet het geval. Nee. Daarom ging hij zo hard in één keer knippen. Klopt. Omdat hij alles bij mijn oor vrij wilde hebben. Ja, en dat vond jij juist mooi. Ja, en toen was ik echt in één keer in shock en toen keek ik. Maar toen zei hij, zeg dan dat hij moet stoppen. Maar dat kon niet meer. Weet je waarom? Dit was kort en dit was lang. Ik weet het, maar hij ging toen wel nog flink door. Dus als je toen wel stop had gezegd, ja, dan was het wel iets langer geweest. Ik wilde hem ook de kans geven om gewoon helemaal zijn eigen draai eraan te geven. Nou, dat heb je gedaan. Dat heb ik gedaan. Uiteindelijk is dit zijn draai. Ja. Dus ja, als ik nu mijn pet opzet, dus jij het schermpje zo omdraaien, dan kan ik even mezelf zien. Dan kan ik heel even zo. Ja, want normaal gesproken doe ik dus dit. Ja. Het haar achter mijn oren, maar dat hoeft dus niet meer. En dat hoeft niet meer. Want dat is er niet meer. Nee. Ja, ik denk wel dat dit er veel frisser uitziet, klopt, eerlijk gezegd. Klopt. Dat denk ik wel. Maar het ding is gewoon een beetje, eigenlijk elke keer als jij je haar laat groeien, nu had je het wel echt lang, maar heb je het nog nooit zo lang gehad dat het echt lang was. Snap je wat ik bedoel? Ik heb het nog nooit zo lang gehad als nu. En nu is het gewoon weg. Maar maakt niet uit. Komt goed, dames en heren. Ja. Ik ga mijn verdriet even openmaken met Pokémon. Doe maar even. Dus als we nu die Charizard hebben, dan is alles goed. Dan kan je misschien extra haar kopen. Oké, daar gaan we. Dames en heren, Pokémon Packie. Let's go, baby. Starmie. 1, 2. Boom! Dat is wel even een hit, hoor. Die is wel mooi, ja. Zo, wat een lekker kaartje. Nou, nice. Toppie. Gaan we de dag voortzetten? Ja, dan gaan we verder. Ja, ik moet echt nog even wennen. Oh, schatje. Laat wel duidelijk zijn, het is absoluut niet zijn schuld. Nee. En ik vind het heel erg mooi dat hij gewoon helemaal zijn eigen draai eraan heeft gegeven. Ook al moet ik gewoon nu even wennen. Zo, dames en heren, we zijn weer op een plek waar je kaartjes kan halen. Dat is deze winkel, de Card Shop. En ik denk dat het wel heel erg nice is voor de mensen die ooit van plan zijn om naar Japan te gaan. Of die misschien wel een reis al hebben geboekt naar Japan. Om even een beetje de winkeltjes op een rijtje te zetten in Osaka waar wij zijn geweest voor alle Pokémon kaarten of andere kaarten. Omdat er wel naar gevraagd werd. Dus ik zal bij deze vlog wel even een rijtje maken met de Pokémon winkels. Waaronder deze, of laten we zeggen kaartenwinkels. Want dit is dus gewoon een soort van resellpunt. Het is niet een officiële Pokémon winkel. Maar die Pokémon centers die kan je gewoon vinden op Google Maps super makkelijk. Maar deze moet je gewoon net eventjes weten. Ik heb hier de eerste of tweede dag dat we hier waren, heb ik hier iets gezien. Toen twijfelde ik. Ik heb even research gedaan. Ik wil hem toch even halen. Dus ik hoop dat hij er nog is. Dus laten we even kijken. Kijk dit dan. Dit zijn dus die doosjes die ik dus heb gekocht vanochtend bij Pokémon Center. Kijk hoeveel ze hier hebben. Dat is echt bizar, hè? Maar hoezo neem je deze dan ook niet mee? Ja, ik ga even kijken hoe duur deze zijn. Dat weet ik namelijk niet. Helaas, dames en heren, hij was uitverkocht. Ik had verteld dat ik er een paar dagen geleden was. En toen ging ze kijken in het systeem, maar hij was er niet meer. Damn, misgegrepen. Maar ja, dat kan gebeuren. Je wil ook niet te overenthousiast iets kopen en dan later spijt krijgen omdat je er ook achter komt dat het veel te duur is. Want bij dit soort resell shops hebben ze soms wel wat dingetjes die veel duurder zijn dan dat ze eigenlijk waard zijn. Omdat ja, ze moeten natuurlijk wel winst maken op die producten. Bijvoorbeeld dit pakje. Ja, van dit pakje heeft Enzo geen foto, maar hij heeft wel foto van kaarten. Zoals je kan zien zijn deze kaarten aardig aan de prijzige kant, maar er is één kaart en die steekt er toch wel bovenuit. Deze kaart is maar liefst 3 miljoen yen waard. En 3 miljoen yen is ook wel... Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat zie je later in de vlog. Marion is aan het kijken voor een panty en we hebben hier, je ziet echt veel Japanners hiermee lopen. Dit zijn leg warmers, dus van die ja, soort van sokken die je boven je sokken draagt. Letterlijk, een soort van bij je scheenbeen of zo. Letterlijk beenwarmers heet het ook, in Nederland. Oh, oké. Leg warmer, beenwarmer. Oké, okay, letterlijk beenwarmers dus. Ja. Dus dat is wel een goede swag. Zeker. 3 stuks voor 1000 yen, zoals je hier ziet. Hoppa, in de pocket. We hebben heel eventjes bij dit zaakje gezeten om een cinnamon roll te halen voor Myron. Die had ik namelijk vanochtend en Myron die zei, ja, die wil ik later ook nog wel even halen. Dus we zitten bij Cinnabon. En daar kan je dus super lekkere cinnamon rolls halen. Nou, Myron die heeft er enorm van genoten. Heerlijk. En we zijn weer herenigd met Misha en Wouter. Yay. Yay. Helemaal fresh. Ja. Nou, jullie zeiden net dat jullie het clean vonden, ik mijn haar. Clean, ja. Maar ik snap als je denkt zo van, ik ga er heel weinig af doen.
En dan gaat meer dan van je denkt. Dat je denkt, oh, is dat wat ik wilde? Maar het ziet er wel gewoon goed uit. Het ziet er wel gezond uit. Ja, dat vind ik ook. Ja, gaat het gewoon helemaal fresh. Nou, dankjewel. Klaar voor onze reis naar Tokio. Ja, inderdaad. Morgen, hè? Morgen. Morgen gaan we. Ja, dat is echt al snel, hoor. Precies. En we hadden ook nog iets leuks. Het heeft niet met Tokio te maken. Maar wel met iets anders natuurlijk. Maar we hadden een cadeautje voor jullie. Een cadeautje? Ja. Dus we moeten jullie samen openmaken, als je wil. Oei! Ik ben heel erg benieuwd. Oei, dat is geniaal! Oh, so cute! Ja, het is een beetje voorbarig, want het is vanaf 9 maanden, maar we zagen hem hangen en we dachten, ah, hij wordt toch ooit 9 maanden? Ja, dus, natuurlijk. Hij is helemaal in, hè? Ja, precies, precies dat. Wat? Leuk, hè? Dit is zo cool. Zo schattig en de kleurtje is een beetje gesterk, maar wel een beetje stoer. Ja, precies. Ja, want die Gengar die maakt echt een beetje stoer die erop. Ja. Super. Pikachu erop. Wow. Dank jullie wel. Alsjeblieft, echt. Geen probleem. Dankjewel. Super lief, man. Ik vond ook echt een beetje de stijl die jullie ook dragen. Ja, zeker. Ja, echt wel swag zo. Swag. Ja, echt heel cool. Oh, daar verheug ik me sowieso op. Ook de dingetjes die wij hebben gekocht. Net zoals die Pokémon Ringel ding. Ja. En dat mutje van Pikachu met die oortjes. Ja, dat leuk. Het is toch leuk om dat soort dingetjes bij je baby dan te kunnen aandoen uiteindelijk. Ja, we moeten echt nog wat meer dit soort schattige kleertjes gaan kopen. Dat is echt leuk. Ja, we gaan sowieso in Tokio even kijken. Misschien komen we nog een andere leuke babywinkel tegen. Ja. Maar dit is wel een mooi begin. Super lief. Dankjewel. Dankjewel, Misha. Super lief. Ik kon hem niet weerstaan, dames en heren. Het is misschien een beetje erg, maar dit is dus een cinnamon roll bij Cinnabon. En dit is de tweede van vandaag. Ook al denk ik wel dat deze veel lekkerder gaat zijn dan die van vanochtend. En Wouter heeft ook iets lekkers. Ook een soort van cinnamon roll, maar dan de chocolate way. Chocolade. Ja, als je chocolade kan nemen, dan... Ja, dat moet je doen. Dan moet je hem doen. Is het lekker? Lekker. Nou, het ziet er goed uit. Ik ga even mijn handen vies maken en ik ga er even lekker in duiken. Kijk dan. Lekker hoor. Zoals ik al vaker heb aangegeven, is het belangrijk dat je goed kijkt in de hoogtes. Ook met verdiepingen. Omdat ze hier enorm veel werken met winkels met verdiepingen. Zo ook achter mij, maar zo ook voor mij. Je ziet hier de Taito Station. En Taito Station heeft dus ook meerdere verdiepingen met allemaal van die grijpmachines. Oh, ik schrok me echt dood. Allemaal van die grijpmachines en allemaal van die snufjes en knuffeltjes en dat soort dingen. Maar hier dus ook. En je zou dat niet verwachten. Maar hier hebben ze dus een paar boordjes. En je ziet dus op 2F hebben ze Hareruya. En dat is een Pokémon-winkel, of tenminste een kaartjeswinkel. En op de vierde verdieping hebben ze dus ook een trading card game winkel. En nou, hier zie je de openingstijden. Dus deze twee gaan we eventjes bezoeken. Maar dat zit dus hier op het grote plein. Bij het grote Taito Station. En als je dus hier staat, wat dus echt een druk kruispunt is, zou je dus nooit verwachten dat in één keer hier bij deze bordjes en bij dit deurtje, waar je dus geen fiets voor mag plaatsen, dat dit er in één keer is. Dus nou ja, laten we hier naar boven gaan. Dat is toch gek? Zelfs op de zevende verdieping heb je dus nog iets van een café of een bar. Nou goed, gaan we hier naar boven lopen. Kijk dan, je komt al meteen in kaartenhemel terecht. Deze kaarten zijn ze dus naar op zoek of zo? Of die verkopen ze, dat weet ik niet precies. Maar kijk, daar zijn we. Hareruya. Hoi. Hey. We hebben hierboven een private spa. Oeh. Zoiets lijkt me ook nog wel leuk om te doen. Ja, een zwangerschapsspa. Ja, nee, of gewoon zo'n lekkere gezichtsbehandeling, zoals je kan liggen. Wat zie jij nou weer? Ja, ik ben tegen jou aan het praten, hè? Ja, even schat. Je praat tegen mij in een winkel waar kaartjes liggen. Ik ga hier zitten, succes. Ja, ga je even kaartjes opzoeken op de computer? Ja, ik ga niet hier zitten. Of ga je even gamen hier zo? Dit is gewoon een soort van ruilplek of zo. Ja, hier gaan ze spelen, dat kan ook. Ja, en dan zelfs in deze winkel hebben ze dus ook weer zo'n vendingmachine. Geniaal. Oké, hier kan je dus kaartjes zoeken. En dan stel voor je wil een bepaalde Pikachu kaart hebben, kan je dat intikken. En dan kan je zien of ze dat op voorraad hebben of niet. Oké, nou laten we eens even kijken. Zien we al wat moois? Ja, maar geen Pokémon. Hebben ze hier geen Pokémon? Nee, blijkbaar niet. Nou, dan gaan we naar omhoog, toch? Ja, want dit is dat bedrijf waar we voor jou toen die kaarten hebben gehaald. En in Tokio hebben ze 5 verdiepingen, maar hier is het 1 klein ding. En volgens mij alleen Magic the Gathering, want ze hebben daar ook een kruis door Pokémon staan. Ah, oké. Dus ik denk dat dit alleen Magic is. The Gathering is, ja. Oké, nou, dan gaan we naar boven. We gaan er vandoor, schat. Ze hebben geen Pokémon hier. Zo snel, hoor. Ja, omdat ze geen Pokémon hebben. Oké,
Nou, zoals je al hoorde van Wouter, ze hebben deze winkel dus ook in Tokio. En daar hebben ze dus 5 verdiepingen. Nou, Tokio gaat nog veel gekker zijn met kaarten en alles. Dus beseffen eventjes. Oh ja, hier staat het ook al trouwens. Zie je? Een cirkel om, ze hebben magic. En een kruis door Pokémon. Nou, maar Pokémon is toch ook magie? Ja. En ze hebben dus ook Yu-Gi-Oh! Hebben ze een kruis doorheen en nog iets anders. Ik weet niet wat dit is. Dus, laten we omhoog gaan. Let's go, baby. Kijk, hier hebben ze dus de 3e verdieping en dus de 4e verdieping. Een card game. Kijk, dit zien we graag, dames en heren. Allemaal Pokémon kaarten. Oh, dan kan je een beetje kijken. Heb jij het hier al een paar van gepakt, denk ik? Ooit. Ik had deze. Goh. Dat was ook mijn eerste pakje. Hebben die gepakt? Ja. Oh, dat hondje? Ja, die kleine. Deze twee. Kijk hoe vet deze is dan. Ja, deze twee. Die twee zijn vet. Oh, die zijn ook vet, ja. Charmander en Charmeleon. Maar check deze ook. Die Pikachu en die Raichu, die zijn ook vet. Oké, we zijn dus ergens achtergekomen en dit is wel echt heel erg nice. Je hebt dus los van alle vitrines hier, heb je ook dat ze kaarten verkopen op een andere manier. Alles wat je daar ziet en daar, dat gele zeg maar, zijn Pokémon kaarten. Dus ook dit nog, zijn allemaal losse Pokémon kaarten. En zoals hier, hier zie je ook een Pokémon kaart, een Pikachu. Die is 18.000 yen. En omdat die rode lijnen heeft, betekent het dat deze kaart beschadigd is. 18.000 yen is 112 euro. Dus dit ene kaartje is gewoon 112 euro. Toen waren we hier een beetje uitgekeken. Ik ga sowieso een paar kaarten kopen hier die ik heel vet vind. Maar toen kwamen we dus hier bij deze plek. En hier zagen we al meerdere mensen staan. Dus toen dachten we, wat is er hier zo bijzonder? Nou, ze hebben hier allemaal pakjes gemaakt. Dat is allemaal van dit soort pakjes. Dat hebben ze allemaal gesealed. Nu is dus één zo'n pakje, is dus 300 yen. Nou, dat konden we eerst niet geloven, want we dachten, kijk dan hoe vet dit uitziet. Dit is een full art. Dit is een full art. Toen ben ik naar de receptie gegaan en het is dus inderdaad waar. Dat kost 300 yen voor dit hele pakje. Hoe sick is dat? Dat is 2 euro. Ja. 2 dus, euro. Dus we zijn nu gewoon aan het kijken waar vette full arts. Ja, die ziet er wel heel cool uit. Kleurrijk. En dan krijg je dus deze jaapjes erbij. Voor 300 yen. Dus eigenlijk moet je gewoon kijken, wat zijn vette full arts die je wil kopen. Nou, ik heb er al... Wil je die allemaal? Nee, ik ga er een paar uitzoeken, maar ik vind... Wat? Ja, deze is ook vet hoor. Deze ja, die lapper is ook heel cool. Mooi. En dat gewoon voor allemaal voor 300 yen. Kijk, daartussenin zitten waarschijnlijk allemaal een beetje van die standaard kaarten waar niemand echt iets mee wil. Ja. Maar... Misschien zijn ze ook een beetje beschadigd. Zo'n kind in een snoepwinkeltje, alles. Allemaal. Ja, echt. Een Charizard van 10.000 euro. What, what? Wat is dit eigenlijk? 700. Ik weet nou niet of ik niet ben dan. Oh, deze box. Waar dus de kaarten uit zijn, maar wel gewoon nog die andere dingetjes. Is 700 yen, denk ik. Nou, ik weet niet precies wat dit is, maar... Hier zie je dus allemaal losse kaarten. Kijk, hier zie je dus Snorlax, 150 yen. Maar deze is dus een beetje beschadigd. Dus hier kan je ook nog tussen kijken of je vette kaarten ziet. Ja, ze hebben zoveel hier. Dit is echt absurd. Dat is echt niet normaal. En ze hebben ook gewoon op elke kaart hebben ze gewoon een sticker geplakt, hè. Dit is gewoon echt een zieke fulltime job hier. Om dit allemaal netjes voor elkaar te krijgen. Oké, dames en heren. We zitten op dit moment in de taxi. En ik heb een paar kaartjes gehaald. Een paar hele leuke kaartjes. Gewoon als herinnering aan Japan. Het was 800 yen. Dus nog geen 6 euro. Dus gewoon een paar leuke kaartjes. Wouter en Miesje hebben iets van die packs gekocht. Zeker. Allebei. Ja, nice. Nee. Heel vet. Dus die gaan ze later openmaken om te kijken wat er in het midden zit. En op dit moment hebben we een Uber geboekt en zijn we onderweg naar de Haruka 300. Zo heet de toren, geloof ik. Is het hoogste punt, als het goed is ook, van Osaka, waar je heen kan om supermooi uitzicht te ervaren. Dus laten we dat even doen. Ik vind het nog steeds zo grappig, die spiegels die je daarvoor hebt. Gewoon op de motorkap. Het ziet er echt geniaal uit. Daar eentje, daar eentje. Oké, dat is de toren als het goed is, die je daar al ziet. Kijk dan! Zwaai ook eens even, schat. Wow, dat was zo lief. Ja. Maar het was bijna 5 uur, hè? Ja, we zagen laatst ook al in de metro iemand lopen aan het eind van de dag. Een meisje helemaal alleen. Dat was ook 5 uur. Lange dagen dat ze hier maken. Echt ongelooflijk, maar echt schattig. In één keer die schoolbus stopt hier.
En al die kinderen begonnen gewoon naar ons te zwaaien. Dat was echt heel cute. Oké, laten we naar boven gaan en genieten van de zonsondergang. Als het goed is, kunnen we hier ergens melden. Natuurlijk heb je deze ook hier, natuurlijk. Maar we moeten hier ergens melden. Hé, ze hebben nog kerstboom. Yo, geniaal. En we moeten ergens melden en dan gaan we uitzicht genieten. Wat zei je? Oh ja, 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 zo cute. Ik moet zo hoog gaan zo meteen. Zo schattig. 60ste verdieping zijn we op dit moment. Ja, dit is bizar. Ik denk echt de perfecte dag ook. Ik heb een mooie dag. Golden hour. Bizar. Dit is wel echt een golden hour inderdaad. Wauw. Ja, Marvin die heeft net met mijn creditcard online al gereserveerd en betaald. Alleen, we krijgen wel zeg maar te zien dat het geld van de creditcard af is. Van mij, maar we krijgen geen mailtje van dat er tickets binnenkomen. Ik hoop dat we het nog even geregeld krijgen en dat we de tickets binnenkrijgen. Het is gelukt, we hebben ze op de mail gekregen. Boom! De servicebalie. En daar Harukas 300. Boom! Kijk nu al daar, hè. Ongelooflijk. Ongelooflijk. We zijn nu pas op de 16e, hè? Zijn we nu pas op de 16e? Ja, we gaan zo meteen naar de... Kijk maar, 16. We gaan nu naar 60. Ik dacht dat we op de 60 al waren. Nee, nog ik dacht dat dit we nu. Ik niks. Dacht dat dit het uitzicht was. Nee. Echt? Nee, joh. Ik dacht dat we op de 60ste waren. What? Oké, we gaan dus naar de 60ste verdieping daar pas. Damn. Daar gaan we, dames en heren. Kijk eens even. De 60ste verdieping. Daar gaan we nu heen. Ik denk dat je dat wel gaat voelen in je oren. Zo net al bij de 16 ja, verdieping voelde ik het al. Kijk dan, kijk hem al. Oh my god. No way. What? Wow, kijk hoe dit eruit ziet. 60ste verdieping. We gaan er nu heen. Bizar. Hoe kijk die lampjes ook hier achter ons. Wow. Oh kijk, je ziet daar. Hoeveel meter? 100 meter. Echt bizar. Wow, kijk hoe dit eruit ziet. Zo, mijn oren. Ik wil naar boven kijken. Ja, naar boven vind ik ook eng. Het is niet een soort van hoger. Hoeveel meter zitten we? 230. Kijk dan. Dat was hoger. 280 meter. Oh, wow. Oeh, bijna 300 meter. Wauw! Nonde, you! We gaan naar de zonkant, snel! Ja, klopt. Ja, we gaan meteen naar de zonkant. En ik zei bij de 16e verdieping al, wow, dit is echt mooi, wow! Kijk dan! Dit is de zonsondergang, dames en heren. Hoppa! Ja, echt supermooi. Echt supermooi. Kijk dan, zelfs hier in de weerspiegeling zie je hoe mooi het is, die zonsondergang. Zo, ik moet echt even mijn beste normaal mee bij te houden. Die wil naar de zon toe, geloof ik. Kun je niet ook nog naar boven? Ja, je kan ook nog naar boven, denk ik. Ik weet niet hoe, maar... Mooi, schatje? Heel mooi. Dit vind ik echt mooi. Dit zijn echt jouw dingetjes, hè? Ja. Echt bizar. Kijk dan. Wat een adembenemend uitzicht heb je hier op de 60ste verdieping. We zouden hier dus eigenlijk wat eerder zijn. En we dachten ook dat we slim waren om dus via de creditcard en de website alvast tickets te halen. We dachten, stel voor je hebt een dikke rij, dan hebben we de tickets al, kunnen we meteen naar boven. Maar we hadden dus een mailtje gekregen en daar gingen de tickets niet in laden. Dus we kregen de tickets niet tevoorschijn. We hadden wel een ordernummer, maar ze wilden de tickets zien. Dus we hebben bijna 10 minuten beneden onze tickets proberen te krijgen. Uiteindelijk gelukt, waardoor we echt gehaast vanuit de lift naar hier gingen om dit nog even mee te krijgen. De zon is inmiddels ondergegaan, maar we hadden gelukkig nog net even een puntje van de zon gespot. En we hebben dus mooie foto's kunnen maken. Ja, en dit is nog steeds echt een prachtig uitzicht. Het is echt niet normaal. Kijk hoe dit eruit ziet. 60ste verdieping. Ook als je hier naar beneden kijkt zo. Check dit. Ja, dit is het zeker waard hoor. Echt super mooi. En zelfs al film ik deze ramen, hier zie je die super mooie horizon. Gewoon van letterlijk de zon. Echt heel erg mooi. Ik weet niet wat ze hier precies hebben. Oh, fotocounter. Nou, dan kan je dus hier ergens staan voor een foto. Maar check dit.
gruwelijk. Echt heel erg mooi. Ja, dames en heren, een adembenemend plaatje zo. Jeetje mina, we dachten dat New York indrukwekkend was met uitzicht. Maar overal waar je kijkt, maakt niet uit, noord, oost, zuid, west, overal waar je kijkt, zie je gewoon mega hoge gebouwen. En het is, wow, what the heck. Ik vind dit al eng, terwijl dit volgens mij maar 2 verdiepingen is. Ik vind het al hoog te zitten. Ja, ik vind dit al eng om op te staan. Oké, maar het houdt het wel. In ieder geval, kijk, je ziet daar dan super mooi die hele lange weg zo. Maar check die gebouwen. Het is bizar. Heb jij toevallig een Wouters weetje? Nee. Nou ja, dat het gebouw 300 meter hoog is. Hé, hey, daarom heet het Haruka's 300. Oké, nu snap ik hem, nu snap ik hem. Dus we zitten op 300 meter hoog, maar dat is het enige wat ik weet. En dat het hoog is. En dat het heel hoog is. En dat ze daar aan het voetballen zijn en daar aan het schaatsen, zie je dat? Wat? Ze hebben een schaatsbaan daar. Met allemaal lampjes. Ja, het is zo gek, hè? Want als je dan op zo'n voetbalveld staat, dan is het mega groot. Sta je dus 300 verdiepingen, of 60 verdiepingen en 300 meter hoog, dan is het gewoon miniatuur, is gewoon Maduro Dam, maar dan Japan. Maduro Pan. Misschien dat we een nog mooier uitzicht krijgen, dames en heren, want je ziet dus daarboven een platform. En we dachten dat dat platform dicht zou zijn vanwege de kou of misschien de wind, de harde wind, dat het niet veilig is. Maar ik zie daar mensen boven staan, dus... We gaan maar snel ons eventjes melden bij de roltrap. Of je moet daar speciale tickets voor halen, dat zou ook nog kunnen. Soms dan heb je van die gradaties dat je meer moet betalen voor hoger of mooier uitzicht, betere plekjes. Dus laten we even vragen. Volgens mij moet je reserveren en zit het helemaal vol. Maar meneer Stefan aan het vragen. Kijk, zie je, voor 1500 yen. Ja, dat is de catch. Ja, dat is wel heel vet. Ik zou dat eerlijk gezegd wel aanbevelen om dat te doen. Wij hebben dat nu dus even gemist. De eerste volgende plek was om 6 uur, dat is over 40 minuten. En dat is zonde, want dan is de zon en ik denk de mooie kleur al helemaal weg. Dus ik denk dat we het nu echt super mooi hebben gezien allemaal. Maar als je dus ooit hierheen gaat, zeker weten die extra ticket of die extra spot betalen. Dan kom je dus op het helikopterpad hierboven te staan. En dan ben je dus echt 300 meter hoog. Bizar. Ja, laat dit maar even inzinken, jongens. Kijk dan. Echt bizar. Laten we kijken of ik wat Pokémon Luck kan hebben op de 60ste verdieping met een prachtige achtergrond. Zijn jullie er klaar voor? Let's go, let's go. Laten we hopen op het beste. Op de 60ste verdieping. Als ik nu die Charizard krijg, word ik echt gek. Oeh, ik zag wel iets mooi glimmends hoor. Dit is de eerste shiny, de Mimikyu. Wauw. De tweede shiny, ook een vette vogel. En de derde. Nee, 2 shiny. Helaas. Wel vet. We wilden net weggaan en kijken wat we in één keer te zien krijgen. Een soort van, I don't know, kunstdingetje op de ramen of zo. Ik weet niet precies wat het is. Deze 2 beamers die staan erop gericht. En ja, ze laten een filmpje afspelen of zo. Oh, dat zag er heel cool uit. Ja, ik ben alleen net te laat. Hij is afgelopen, de show is over. Oh, hij komt weer denk ik. Kijk eens even. Ta-da-da-da. Kijk hoe dit eruit ziet. Het ziet er wel echt vet uit hoor. Magisch. Heel magisch. Oké, mooi. We hebben genoeg gezien denk ik. Het is tijd om lekker wat te gaan eten. Jam. Verbukken voor iedereen. Voor de foto's. Kijk dan, je hebt het hier ook. Ik laat het toch nog even één keer zien hoor, omdat dit even wat anders is. Maar hier heb je ook een soort van show op de ramen. Het is wel echt leuk bedacht hoor, dat heb ik nog nooit eerder gezien zo. Het maakt niet uit waar je bent, dames en heren. Ze hebben het overal, die gachapon. Ze is echt niet normaal. Die draaiapparaten voor zo'n bal, het is echt bizar. Overal heb je dit. Ik wist alleen niet dat dat beertje echt lijpe merchandise had. Kijk dan, ik zag het wel vaker voorbij komen in Osaka, dat beertje elke keer. Maar
wist niet dat het van hier was. Maar het is wel leuk om te zien. Ze hebben gewoon hun eigen mascotte bedacht. Nou, ik denk niet dat we heel lang in de rij hoeven te staan. De 59e verdieping zijn we nu. En dan gaan we mooi met de lift in één keer weer naar beneden. Wat is dat dan? Een soort van VR-ervaring of zo voor 300 yen. Maar dat is nu dicht. Maar goed, we gaan lekker naar beneden. Met dit soort dingen vind ik altijd echt super mooi die hoogte. Maar ik ben toch eigenlijk ook altijd wel weer stiekem een beetje heel erg blij als ik weer met beide voeten aan de grond sta. Dat heb ik ook gewoon met vliegen. Oké, daar gaan we weer, dames en heren. Ik denk dat het ook wel weer een vette ervaring wordt. Oeh, dikke wind. Let's go, let's go, let's go. Het is toch niet normaal eigenlijk dit. Kijk dan. Holy moly. En we zijn er alweer. 16e verdieping. Let's go. Thank you, bye bye. Hoppakee. Zijn we weer. Doei Beertje. Doei doei. Wauw. Waar zijn we nu beland? Ja. Ziet er wel mooi uit hoor. Kijk dan. Wauw. Dit is wel een cute spot hoor. Dit is wel echt een cute spot. En daar hebben we ze weer. Gachapon. Ik was even vergeten dat we nog op de 16e verdieping zijn nu. En dat we dus nog naar de begaande grond moeten. Maar dat heb je gewoon niet meer door. Maar wat is nou de 16e verdieping in vergelijking met de 60ste? Daar gaan we. Het is weer een spitsuurtje hoor, dames en heren. Kijk dan. Zo ongelooflijk druk hier. Kijk waar we in één keer weer terechtkomen. We zijn het metrostation uit en overal weer knipperende lichtjes en reclame. En dit zie je ook heel veel trouwens. Mensen die buiten staan met een bordje. De hele tijd een beetje praten en heen en weer zwaaien. Dat dus. Nou, hier kan je weer zo'n typisch Japans gerechtje halen. Het schijnt heel populair te zijn. Wel weer gezellig hoor dit. Kijk dan, wat een drukte. Je merkt wel echt dat de plekken waar we tot nu toe zijn geweest, dat echt typisch een plekje is voor in de middag of einde middag of avond. Het is echt een beetje zo'n gezelligheidsavond dingetje. Omdat nu alle lampjes aanstaan, er gewoon heel veel mensen zijn. En hier heb je dus 551 Hooray. Hooray, hooray. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar dat is dit. Hier zie je dus allemaal mensen in de rij staan om te bestellen. Dit zie ik trouwens ook heel vaak, dat mensen plantjes mee hebben. Maar wij gaan hier naar boven. Want hier hebben ze dus het restaurant van 551. En dat schijnt heel lekker te zijn. Kijk, we hebben meteen een plekje. Ja, je kan dit meelopen. Hey, lekker hoor. Ja, vorige keer liep het helemaal op die trap zo beneden de straat. Een hele lange rij. Ja. Zo, nog eentje omhoog. Oké, gaan we naar de tweede verdieping. Ja, het is zo warm overal binnen. Daar zijn ze wel goed in. Oh, helemaal een plekje voor onszelf, joh. Ja, we worden gewoon weer apart gezet. Ja, helemaal apart gezet. Kijk dan, joh. Hoppakee. We zijn serieus toch maar ergens anders heen gegaan. We zijn nu bij Kamakura. En we gaan naar rij. Arigato. Zo ontzettend lekker wat ik hier heb. Is niet normaal. Die andere kaart konden we verder niks op vinden waarvan we dachten van dit is echt de shit. We wilden namelijk heel graag iets met groente hebben. En dat hebben we gevonden. En dat is moeilijk om te vinden hier in Japan. Dus als jullie tips hebben voor plekken waar je veel groente krijgt, laat het weten in de reacties. Dit was dus de enige plek waarvan we wisten je krijgt nog een beetje groente. Dus dat zit hier in verwerkt. Lekker lepeltje erbij. Kippies, eitje, rijst. Hier gyoza. En wat ik echt super chill vind is, je krijgt hier gewoon een hele kan met water erbij. Super lekker. En Maiwen heeft ook een lekker gerecht hoor. Ziet er goed uit, schatje. Oké dan. Heerlijk. Oh, favoriet tot nu toe. Zeker. Dames en heren, drie keer raden waar we zijn met wat voor vitrines en wat erachter zit. Een Pokémon winkel. Maar hier wilden we geen eens heen gaan, maar hier kwamen we gewoon toevallig langs, dat is echt waar. En ze hebben hier kaarten, er ligt hier een fortuin. Dit is echt niet normaal. Ik ga wel even inzoomen. Maar voor de mensen die er verstand van hebben, die weten dat hier echt een mega fortuin ligt. En voor de mensen die er geen verstand van hebben, die Pikachu kaart die je daar ziet, is 730.000 yen. 730.000. Die twee kaarten die je daarboven ziet, die twee, zijn allebei 3 miljoen yen. Goed. Wat? En ik ben geslaagd, dames en heren. Ik heb weer wat mooie dingetjes gekocht. Deze keer van Yu-Gi-Oh! Ik vind Yu-Gi-Oh! Echt super vet. Het is iets nostalgisch van vroeger, wat ik best wel veel keek. Ik heb vroeger ook wel wat pakjes opengemaakt, niet heel veel.
Maar nu heb ik gewoon een paar van die boxen die ik gewoon leuk vind om, om te hebben, ook als herinnering. Ik zal straks wel even laten zien. Maar het is druk, het is gezellig. We gaan on the move, dames en heren, naar het volgende winkeltje. En ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat zijn. Je zit naar je eigen haar te kijken. En je denkt, wat is dit nou weer dan? Groeit wel weer aan, hè? Precies. Hey, ik zie hier een puistje. Schatje. Kappen. Marvin is echt puistknijper nummer 1. Dat is echt niet normaal. Ja, meeetertjes. Schat, ik wil even een stukje opnemen. Hey, hij is ineens weg. Oh nee, hij is hier. Schatje. Even wachten. Je ligt nu eventjes in de uitknijpstoel. Van jou vind ik dat dus niet eeuw, maar bij iemand anders zou ik dit dus echt nooit doen. Hey! Oké, nou, we waren een beetje over mijn haar aan het praten en ik... Schatje. Maar ik heb toch geen spiegel? Ik kan... Oh, je bedoel... Zit... Zo. Ja, het ziet er wel echt fris uit, maar zoals de zijkant nu zo. Maar ik, misschien als ik het laatst zie, ben ik er wel blij mee. Maar, wat zei je net tegen mij? Het was... Wat is er? Wow, ik was helemaal in shock. Wat was er dan? Nou, ik heb gewoon de hele tijd mijn hand boven de dekens. En ik had... Oh, daarom. Nu snap ik het. Oh, wij kunnen zoveel lol hebben om echt de domste, kleinste dingen. Maar ik weet niet, ken je dat gevoel als je zeg maar gewoon in je hoofd het idee al hebt wat je gaat voelen? En ze dacht dat hij mijn onderbroek ging voelen, maar die heb ik dus niet aan. Dus in één keer voelde ik een bilfblade zonder onderbroek. Ik dacht, wat? Ja, dat was een beetje gek. Snap ik. Oké, in ieder geval. Ik heb die laatste winkel trouwens niet meer gefilmd, omdat die bijna dicht ging. Dus we moesten even snel kaartjes halen. Dus dat hebben we gedaan, het is gefixt. En we... Nee, wat je net zei over je haar, dat was je... Oh ja, dat was ik ook aan het vertellen. We waren over mijn haar aan het praten en toen zei ik tegen mij heel serieus van... nee, ik heb het wel geaccepteerd door mijn haar, schatje. En toen moest Marvin in één keer keihard huilen. Oh ja, lachen bedoel ik. Keihard lachen. En toen zei ik, weet je het zeker? En toen zei ik van, wat doe je nou lullig, man? Zeg nee, ik gewoon dat ik het accepteer en dan ga je lachen. Ik vind het mooi hoor, schat. Je kan nog steeds lekker door je haar heen gaan hier. Ja, dat is waar. Ja, in ieder geval, ik heb echt super mooie kaartjes nog gekocht. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En vooral de Yu-Gi-Oh! Kaartjes. En omdat ik ze, sowieso zijn ze veel goedkoper dan in Nederland. Omdat het Japanse Yu-Gi-Oh! Kaartjes zijn. Dus heb ik even een extra pakje gekocht, zodat ik er eentje kan openmaken ook. Super nice. Cool. En de Pokémon kaarten heb ik nog, die ik even kan openmaken. Dat wil ik sowieso nu nog even doen. Nee joh. Ja. Echt waar? Ja. Oké, ik moet heel sowieso nog even douchen eigenlijk. Dus, ga jij met douchen, dan ga ik die Pokémon pakjes openmaken. Ja. En dan laat ik jullie alleen wel even zien als ik iets vets heb, oké? Want al die kaartjes laten zien, dat duurt echt veel te lang. Veel doucheplezier. Oh, dat zei ik, hè? Doucheplezier. Doucheplezier. Dank u. En dan ga ik nu even pakjes openmaken. Veel plezier. Dankjewel. Oké, om misschien alvast een beetje te wennen aan mijn kapsel, doe ik ook gewoon mijn pet niet op. Ik heb hier alle pakjes. Dit is dus de nieuwe set, de nieuwe Japanse set. Super cool, want je hebt echt een paar hele vette kaarten die uit deze serie kunnen komen. Zoals deze kaarten. Kijk eens eventjes wat een bangers dat zijn. Niet normaal. Bij de Japanse set, of überhaupt bij de Japanse kaarten, heb je altijd een hele mooie achterkant. Dit is de Japanse achterkant. De kaarttruc bij deze serie is 3 kaartjes pakken, naar onder schuiven en dan omdraaien. En dan heb je dus de mooie kaartjes. Ik doe de eerste pack, doe ik wel eventjes gewoon lekker zo, dat je alles ziet. Misschien hebben we gewoon geluk. Kijk, we hebben geluk! Pikachu! Woehoe! Dat is een mooie kaart, die leg ik apart. Kijk eens eventjes. Kijk eens even, Voltorb. En nu! Boom! Hey, die is echt serieus wel nice nog. Oh, what? What? Check dit. Boom! Charizard! What? We hebben gewoon Charizard. En we hebben gewoon deze. We hebben gewoon een dubbele hit.
Hoe cool is dat? Nice, daar ben ik heel erg blij mee. Een Charizard, een Pikachu en een baby shiny. Oké, dit is echt heel erg nice. Dit is cool, hier ben ik heel erg blij mee. Ik heb hier allemaal van die sleeves. En als het echt een hele goede kaart is, dan kan ik hem in een toploader doen. Dus ik ben goed voorbereid. Laten we deze 16 andere overige packs openmaken. En hopelijk komen we een van die magische kaarten tegen die ik zojuist op het begin heb laten zien. Let's go. Wow! Wat hebben we hier? Damn! Wow! Die is cool. Happy, happy and so. Dames en heren, ik heb ze allemaal opengemaakt en ik heb echt wel een paar hele mooie kaarten ertussen zitten, maar niet echt eentje waarvan je denkt van zo, maar die is echt heel, heel, heel dik en ook veel waard. Dat zeker weten niet, maar altijd leuk om even een Charizard, een Pikachu en vooral deze Charmanders, die is wel echt nice. Kijk, die middelste is ook een beetje glimmend, zie je dat? Dus dat is wel cool. Dus twee normale en één glimmende. 20 pakjes vandaag opengemaakt. En ik ben blij met de kaartjes. Zeker. Zo, dames en heren. Het is tijd om lekker te gaan slapen. Het was weer een heerlijke dag. Ik denk wel de meest rustige dag, eerlijk gezegd. Ja. Ja, toch? Hebben we juist expres wel even gedaan. Vandaag hadden we niet per se iets op de planning. Dus we gingen gewoon een beetje kijken hoe het liep. En dat is goed gelopen, kan ik jullie vertellen. Dus we hebben gewoon meer gechilled dan normaal. En dat komt ook een beetje omdat we dus morgen wel vroeg gaan opstaan en met de bullet train gaan. Die bullet train gaat 350 km per uur. Die gaat dus van Osaka naar Tokio binnen 2,5 uur. En dat is echt lijp. Dat is echt heel erg nice. Met de auto was het namelijk volgens mij iets van 7 uur rijden. Dus die trein is echt heel, heel gunstig. Dus die gaan we nemen. Wordt vast een hele vette ervaring. En wat echt gewoon de kers op de taart is, is dat waarschijnlijk, is nog niet helemaal 100% zeker. En dat komt dankzij jullie, omdat jullie dat aan mij gestuurd hebben en ook naar Wouter. Is dat er aankomende dagen, dus dit weekend, is er dus serieus in Tokio een automeeting. Die automeeting valt dus precies tussen 12 en 14 januari. Super toevallig, precies als wij er zijn. En die automeeting is er één keer in het twee jaar. Dit had zo moeten zijn, dus daar moeten we gewoon heen. Daar ga je auto's zien. Dat is niet normaal. Daar ga je echt u tegen zeggen. Dus daar gaan we heen, als het goed is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Yes. Dat en meer morgen om 4 uur. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik ga lekker slapen in mijn nieuwe kapsel. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.